Groei en bloei gaat weer biologische bollenplanten in Heiloo. Woensdagmorgen werden de bollen aangeleverd door de bloemoloog. De laatste paar jaren werd het bollenplanten in december en januari gedaan. Er wordt op 5, 6 en 7 januari geplant vanaf 10 uur 's morgens. Dit wordt vooral gedaan voor de insecten. Goedemorgen, ik ben Leeuwe Stins, oprichter van de Bloemoloog. Wij verkopen biologische bloembollen op markten, evenementen en we hebben ook een online webshop. Aan het einde van het seizoen blijven bollen bij ons altijd over, want we willen toch een mooie marktkraam nog overhouden in december. En die overgebleven bollen, ja, die gooien we niet weg. Die planten de afdeling Groei en Bloei Midden Kennemerland, Mercedes Dokter, planten die in samen met een mooi groepje. Daar zijn we heel blij mee. Ja, het is een paar jaar geleden begonnen. Ik denk dat we het nu wel een jaar of vier doen. In de buitengebieden van Heiloo, soms ook eventjes buiten de grenzen, planten we dan die bollen. En we doen dat voornamelijk voor de insecten. De wilde insecten hebben eigenlijk altijd behoefte aan voedsel. En het is daarmee dus heel goed voor de biodiversiteit en dan ook weer voor de voedselvoorziening van vogels. We zijn een paar jaar geleden gestart omdat ik op de markt hier in Heiloo liep en wat van die mooie bollen kocht. Het onderwerp spreekt mij aan, dat merk je wel. We hebben ook wel eens excursie naar een kweker gehad. En toen zei ik van ja, wat doe je nou eigenlijk aan het eind van het jaar? Want ja, je hebt nog best wel wat en het moet nu toch de grond in. En toen zei Leeuwe, ik zeg, kan ik daar misschien wat mee? Want ik vind dat wel leuk om met vrijwilligers dan te gaan planten. Nou, dat was eigenlijk wel een heel goed idee. Dus we hebben contactgegevens uitgewisseld. En sindsdien, zo'n jaar of vier, doen we dat al nu op deze manier. En eerst ging ik ze halen bij Leeuwe, maar tegenwoordig worden ze zelfs gebracht. Geen probleem. En ik heb dan vaak zo'n 10, 15 vrijwilligers op zo'n ochtend. En die zijn dan woest aan het planten. En met een uurtje zit alles erin. Het gaat even over in emmers. En ik plant dus niet soort bij soort. Want juist die wilde bijen zijn enorm gebaat in de tijd steeds honing te krijgen. En al deze bloembollen bloeien op een andere tijd. En door ze dan gemengd aan te planten. En wel allemaal een beetje op hun eigen boldiepte. Hebben we dus eigenlijk heel lang een buffet voor al die insecten. En dat vind ik gewoon ontzettend mooi om te zien. Die wilde bijtjes die hebben het best wel slecht in Nederland. Er zijn zo'n 450 soorten. Maar voedselvoorziening is in verband met veranderende omstandigheden in Nederland. Bouwland is veranderd, de tuinen zijn veranderd. Dus die hebben af en toe best wel honger. En ze zijn wel heel belangrijk voor ons ecosysteem. Dus daar doen we op zo'n manier een bijdrage aan leveren. We gaan op donderdag om 10 uur, op vrijdag om 10 uur, op zaterdag om 10 uur planten. En als er dan nog bollen over zijn, dan moeten we gewoon wat extra mensen optrommelen om het toch de grond in te krijgen. En dan hoop ik dat ik na verloop van tijd Leeuwe een belletje kan geven. Joh, alle kratten zijn leeg. We kunnen nog tot februari planten, hoor ik net. Dus het enige nadeel is dat de bloemetjes wat later zijn het eerste jaar. Maar omdat ze terugkomen, hebben we daar volgend jaar geen last van. En ik zag nu in de neg al de bolletjes die we vorig jaar geplant hebben leuk weer opkomen. Dus daar ben ik dan wel heel blij mee. Dat je niet helemaal voor niks doet.